Nou, mijn naam is Jotun Crispijn. Ik kom uit Den Haag. Ik ben 23 jaar en ik ben journalistiek student. En in mijn vrije tijd ben ik bezig met stand-up comedy en cabaret. Mijn favoriete kleur is, denk ik, ik moet zeggen groen. Nou, mijn jeugd is best wel bijzonder gelopen. Ik heb letterlijk een vader die meteen al wegging toen ik 1 was. Weet je? En mijn moeder die komt uit Colombia en ja, die kan bijna geen Nederlands. Die is altijd heel moeilijk om mij op te voeden. En daardoor moest ik ook altijd werken, want ze was een alleenstaande moeder. En dat was gewoon heel zwaar. Dan leef je gewoon eigenlijk altijd alleen. Weet je? Bijvoorbeeld de meeste kinderen die krijgen dan kerstmis, die hebben dan familie om zich heen enzovoort. Ja, ik zat op zondag alleen op de bank met een KFC-emmer. Weet je? Dat was mijn beeld. Dat was gewoon voor mij heel erg moeilijk af en toe. Weet je? Daar ontspoorde ik ook op school. Het ging niet zo goed op school. Ik moest gelijk naar speciaal onderwijs. En daar heb ik tot mijn 12e gezeten, denk ik. En op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school. Ook speciaal. En op mijn 15e toen knapte de bom barstte gewoon. En ik werd ervan afgetrapt. En toen zat ik 3 maanden alleen thuis. Ja, je moeder heeft helemaal geen tijd voor je, want je moet alleen maar werken. Dus die probeert je ook niet echt op school te krijgen. Heeft wel geprobeerd een klein beetje hoor, maar het is gewoon heel erg, het was gewoon echt een kutsituatie. Moet gewoon je zeggen, echt een kutsituatie. En ja, dan komt jeugdzorg, weet je, en die stuurde me naar een of andere dagbesteding, een soort van school voor kinderen zonder school. En dat was ook echt van die types, weet je, kringgesprekken hadden we als therapie met zo'n gespreksleider en weet je, dat soort dingen. En ja, uiteindelijk, ja, toen ik daar was, toen leerde ik wel dat iedereen was heel eerlijk tegen mij. We hadden dan coaches in plaats van leerkrachten. En die coaches die waren een beetje van dezelfde leeftijd als mij. In ieder geval iets ouder, maar wel in dezelfde categorie. Weet je. Zij waren dan 24, 25. Ik was toen 15, 16. En ja, dan is die verbinding ook veel beter. Weet je. Met je leerkrachten is dat niet zo. En met je coaches is dat wel zo. En die verbinding was daardoor beter, want ze waren ook eerder. Bijvoorbeeld op de middelbare school had ik dan leerkrachten. en die gaan dan uit het boekje gaan ze doen van, oh, Jonathan gedraagt zich niet, dus ik ga dit tegen hem zeggen, want dat heb ik geleerd op mijn opleiding. Maar daar was het zo van, hey Jonathan, hou gewoon je bek. Dat vond ik gewoon eerlijk. Dat rauwe, hardere, dat vond ik gewoon veel, het voelde echter. En ik voelde me echt geaccepteerd op dat moment. Dus van, oké, jij bent als een klootzak aan het doen, Jonathan. Dus hier, je bent een klootzak. Klaar, heel eerlijk, recht in je gezicht. En dat vond ik gewoon heel mooi om dat mee te maken. En ja, en zo ging ik opeens veel beter. Weet je. Ik voelde me meer thuis. En uiteindelijk ging ik naar de FAVO. En dan deed ik dat weer en dat weer. En dan nu ben ik op de HBO, journalistiek. En daarnaast dus bezig met comedy. Nou ja, een populaire jongen, dat was ik nooit. Ik was ook niet populair, ik was vaak die gast waar je niet mee wil praten omdat het een lul is. Het was meer, ja, het was een soort van frustratie denk ik ook, weet je, van oh, ik heb het thuis kut, want ik ben altijd alleen en weet je, mijn beste vriend was mijn kanarie. En dan zit je gewoon alleen op die bank en ja, ik denk dat daardoor ook die frustratie steeds erger werd, denk ik. En daar was ik vaak een lul tegen mensen, ja. En, dus nee, ik was niet de meest populaire jongen op school. Ja, mijn jeugd was kut door school. Eenzaam als gevolg van het wegsturen. Maar uiteindelijk zou ik niet over willen doen, want ik heb er echt heel veel van geleerd. Cabaret is een beetje tijdens dat idee is gekomen tijdens dat hulpverlening. Want die hulpverlening was toen werd ze met theater om gedrag te veranderen. Een soort van spiegelreflectie van moest je acteren hoe jij je gedraagt. En dan zie je opeens van, oh, zo gedraag ik me. Zo, en ik merkte elke keer als ik dat deed, dan probeerde ik het altijd grappig te maken. En mensen lachten dan ook wel eens enzovoort. En toen ging ik een keertje uit het niets zag ik een poster. Oh, een cabaretier. En daar had ik volgens mij een filmpje van gezien op YouTube. Oh, die is in Den Haag. Die gaat try-outen. Ik denk, ik ga er even heen. En toen zag ik die gast en toen was ik al verkocht van oké, dit is echt top. Bij die hulpverlening heb ik heel veel geleerd om naar mezelf te kijken. En dat uit ik nu in zelfspot. Ik denk dat zelfspot is onzekerheid, maar getransformeerd in zelfverzekerdheid. Ja, wie ik nu ben, dat is gewoon ja, een komiek, hè, in volle bloei, journalistiek student,
Ik ben op zich best wel een vrolijke jongen nu. Maar toch, af en toe sluipt die eenzaamheid er toch wel in. Weet je? Dan zit je weer in de trein en dan ga je weer naar huis. En dan zit je toch weer van, oh ja, niemand wacht op mij thuis. Niemand, weet je, dat heb je, weet je. Je hebt geen broertje, je hebt geen zusje. Weet je? En tuurlijk, je hebt ook wel eens vrienden, maar vrienden doen ook dingen. Weet je, vrienden zijn ook bij hun familie wel eens. En dan kan jij er niet bij zijn en dan moet jij naar je eigen familie. Maar ja, hè? Welke familie heb ik dan? Natuurlijk, ik heb mijn moeder, ik hou heel veel van haar. Maar ja, uiteindelijk is het wel een beetje van, zij werkt nog steeds continu. Weet je. Zij moet gewoon iedereen onderhouden. Weet je. Ze moet mij ook nog steeds een beetje helpen. Dus dat is gewoon heel zwaar. En, maar als je kijkt naar hoe ik nu ben, ik denk dat ik best wel een vriendelijke jongen ben tegen iedereen. Soms wel hard in mijn uitspraken. Ik ben vaak bijvoorbeeld direct. Want zo ben ik gewoon typisch uit Den Haag, weet je. Dan ben je gewoon direct. En ja, ik denk dat de meeste mensen mij wel mogen. Ja, mijn eenzaamheid is gewoon echt minder geworden. Maar het speelt nog steeds een rol in mijn leven. Want bijvoorbeeld elke keer na een optreden, dan ga je weer naar huis en dan kom je thuis. En dan heb je geen broertje of zusje die je ontvangt. Je moeder is al aan het slapen, want die heeft de hele dag lopen werken. Dus die eenzaamheid die voel je dan wel. Je voelt je dan gewoon alleen. En het liefst zou je dan ook nog wat mensen om je heen hebben. Je hebt dat heel moeilijk als enigst kind. Om te accepteren dat je gewoon soms gewoon geen mensen om je heen hebt. En voor mij is dat, ik ga er nu wel positief mee om. Ik ga dan gewoon slapen, want dan is de dag gewoon over. Maar ja, zodra ik wakker word, dan ga je weer naar school. Maar in de trein is het ook, hè. Dan is het toch weer dat stukje eenzaamheid wat erin blijft zitten. Van, weet je, het blijft een terugkerend iets. Je bent eraan geconditioneerd, denk ik. Gewoon psychisch, gewoon van wat je vroeger had, van dat enorme gevoel van eenzaamheid. Dat zit er dan nog steeds in. Het komt in één keer terug. In de trein en dan in één keer van, oh ja, ik ben alleen. Maar dat ben je niet, want je gaat dingen doen. Je gaat naar school, je gaat optreden, je gaat. Weet je. Dus mijn rol is wel. De rol van eenzaamheid in mijn leven is wel verminderd. Maar hij blijft nog steeds. Alleen die kan je oplossen door echt dingen te gaan doen, dingen te gaan ondernemen. Ga je passie navolgen, ga sporten, doe wat je moet doen. Ja, dit jaar, ik heb nog heel veel te doen. School, optreden enzovoort. Maar dus, want telkens die eenzaamheid terugkomt als je thuis komt, dan ja, soms ga je dan toch dingen proberen uit te vinden om toch die rust te hebben van, oké, maakt niet uit dat ik alleen ben, ik voel me relaxed. Nou, een joint die helpt echt heel goed bij die eenzaamheid. Maar laatst had ik dus een joint gerookt en ik voelde me zo heel erg. Ik dacht mezelf, weet je wat, ik doe er nog één. Allemaal in je eentje. En toen kreeg ik een paniekaanval. Ik had gewoon letterlijk in één keer mijn hartkloppingen en ik braakte in een trance. Het was echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment belandde ik zelfs op de stoep gewoon. Ik zei tegen me, want er woont nu een nichtje bij mij en die kan helemaal geen Nederlands en zo. Dus ik loop naar haar toe en ik praat ook bijna nooit met haar. Dus zei dat ik iets van, wat is dit dan? Hij komt opeens op me af. Hij praat opeens tegen mij. En één wat ik wil zeggen, ik heb een joint gerookt, ik voel me niet goed. En ambulance erbij, politie erbij. En nou ja, dat was echt een bad trip. En los je eenzaamheid niet daarmee op, kan ik in ieder geval vertellen. Maar goed, daar ben ik mee gestopt nu, met dat blowen. En ja, probeer niet naar middelen te grijpen. Met mij gaat het nu goed. Het gaat gewoon goed. Ik sta in de halve finale bij een Eindhoven's Comedy Festival. Ik sta in de halve finale bij het Leeuwarden Cabaret Festival. Het gaat gewoon goed, weet je. Ik heb gewoon een passie die ik nastreef. Ik heb mijn voetbal, ik heb mijn studie. Het gaat gewoon goed omdat ik heel veel dingen onderneem en heel veel dingen doe die ik ook echt leuk vind. En ik denk dat dat ook de manier is om eenzaamheid te bestrijden. Ga dingen doen die je leuk vindt. Wil je sporten? Ga sporten. Weet je, ga niet denken van, oh, ik heb geen zin om te ga het doen, want anders zit je thuis en dan zit je weer, dan ga je aan die joint, hè? Dan krijg je die paniek aan wat ik heb gehad. Dat moet je niet doen. En ik denk dat dat ook de manier is om eenzaamheid te bestrijden. Gewoon een goede structuur hebben in je leven, een dagbesteding hebben. En ik denk dat voor ouders ook, om hun kinderen niet eenzaam te laten worden, dat ze dan een duidelijke structuur hebben.
Zaterdag ga je naar voetbal, zondag ga je naar boksen, na school op maandag doe je dit, na school op dinsdag doe je dat. Of dan laat je iemand telkens iets doen. En dan, want je hersenen kunnen maar één ding tegelijkertijd. Iets doen. En je kan dan niet denken aan eenzaamheid, want je bent dat één ding aan het doen. En dus voor mij is het antwoord structuur in je leven en een doel. Ja, zo bestrijd je eenzaamheid. Hè? Gewoon een structuur hebben, een doel in je leven, dingen die je leuk vindt. En als je jezelf niet eenzaam voelt, probeer dan anderen ook op de radar te zetten. Hè? Kijk wie weinig te doen hebt. Weet je? En praat dan niet over de koetjes en kalfjes alsjeblieft. Daar heeft niemand zin in. Probeer gewoon meteen tot de kern te beginnen. Van, hé, je bent bijna niks aan het doen de hele dag. Hoe gaat het met je eigenlijk? Weet je? Vraag gewoon hoe het met iemand gaat. En niet op de manier van, hoe is het op je werk? Hoe is dit? Nee, dat is allemaal kut. Het is gewoon allemaal kut. Je moet gewoon letterlijk op de kern, want dan gaan mensen zich openstellen. Als je echt de echte vragen stelt, die er echt om draaien. Dus dat zou ik willen meegeven aan iedereen die zichzelf niet ziet als eenzaam. En wel andere mensen die eenzaam zijn kunnen helpen.